Dames en heren, als griffier van de Eerste Kamer heet ik u van harte welkom in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Het is lang geleden dat in de laatste week van juli een evenement van deze allure en omvang in deze zaal heeft plaatsgehad. Eind juli zijn de leden met reces en de mussen vallen van het dak. En als u straks uit het raam kijkt, dan kunt u de mussen van het dak zien vallen. Lang geleden, 26 juli 1581 dan, zou u zeggen. Ja, dat was een belangrijk evenement, maar het was niet in deze zaal, want die was er toen nog niet. Ik denk dat het voor velen van u misschien de eerste keer is dat u plaats heeft genomen in de bankjes van de Kamerleden, van de leden van de Eerste Kamer. En ik wou u een kleine oriëntering geven op waar u nou bent. Dat weet u, u bent aan het Binnenhof, het hart van, onze democratie. En het bijzondere van het Binnenhof is dat het al 800 jaar het belangrijkste centrum van bestuur en politiek in de noordelijke Nederlanden is. En ik loop daar even doorheen om ook te zeggen hoe zag het er nou uit in 1581. Maar denkt u zich even voor. Het ontstaan van het Binnenhof gaat terug tot het begin van de 13e eeuw. Achter de duinen bevonden zich grote wouden waar wolven, herten en reeën rondstruinden. Op een open plek aan een beekje bezaten de graven van Holland een boerenhoeve, Haga of die Hage geheten. En naarmate de macht van de graven van Holland toenam, hadden ze de behoefte om toch een echte residentie te bouwen, een kasteel neer te zetten. En degene die daar het initiatief toegenomen heeft, was graaf Willem II. En hij had daar extra reden voor, want hij was in 1248 uitgeroepen tot koning van het Heilige Roomse Rijk. Het Duitse Rijk, waar de gewesten in de Lage Landen deel van uitmaakten. Die koning was de leenheer en de leenmannen, dat waren al die bazen in de gewesten. En ze konden zelf wel eens zelf uitmaken wie er koning van het Heilige Roomse Rijk moest worden. En het was Willem die die eer te beurt viel. En dus in die tijd heeft hij, om te beginnen, het kasteel gebouwd dat achter de ridderzaal ligt. En in die tijd is ook al de hofvijver opgediept, uitgediept. En het zand uit de hofvijver is daar op de Vijverberg terechtgekomen. En het heet nog altijd de Vijverberg. Lang heeft Willem II niet kunnen genieten van zijn koninklijke waardigheid en zijn kasteel. Want in 1256 zakte hij tijdens een veldtocht tegen de Westfriezen in het Berkmeer door het ijs. En hij werd door de Westfriezen gedood. Zijn zoon Floris V heeft de bouw voortgezet en onder hem is de grote ontvangstzaal tot stand gekomen, de zaal die we nu de ridderzaal noemden. Ook met hem is het, zoals u weet, niet goed afgelopen. En geleidelijk aan, dus graaflijke, en in zijn tijd werd ook de hofkapel gebouwd. Gebouw waarvan de contouren nog zichtbaar zijn als onderdeel van de vleugel van de Eerste Kamer. Dus graaflijke zalen met ridderzaal, hofkapel, dat zijn de oudste gebouwen van het Binnenhof. En langzamerhand werden er aan die hofvijver gebouwen, gebouwtjes neergezet. En dat waren logeerverblijven voor ridders en verblijven voor klerken, poortwachters en botteliers. Functies die we hier in andere benamingen nog steeds hebben. Het Huis Holland stierf uit. Het graafschap Holland ging door vererving, huwelijk, soms ook strijd over op het Huis Henegouwen, Beieren, Jacoba van Beieren, hebt u van gehoord, hier begraven, getrouwd in de hofkapel, begraven, haar gebeenten liggen met die van veel andere graven onder de hofkapel, nog steeds. Bourgondië en uiteindelijk het Habsburgse huis. En de laatste graaf van Holland, de laatste graaf van Holland was in de 16e eeuw koning Filips II van Spanje.
Van alle graven die tussen 900 en 1581 in Holland geregeerd hebben, hangt een portret in onze gravenkamer. Dat is vlakbij de hal. Misschien hebt u kans daar straks even een kijkje te nemen. Die Bourgondiërs die slaagden er in 17 gewesten in wat nu zeg maar Nederland, België, Luxemburg, Noord-Frankrijk is, bij elkaar te brengen. En Philips de Goede was zeg maar de leenheer voor al die gewesten. Maar er was in al die gewesten ruimte voor inspraak, standenvertegenwoordiger, dat hebt u geleerd, vertegenwoordigers van de adel, de geestelijkheid en de grote steden, die vormden colleges die toch invloed konden uitoefenen op de leenheer, zeker als er belasting geheven moest worden. En onder de Bourgondiërs ontstond het gebruik om niet al die staten afzonderlijk te adiëren, want het waren allemaal landjes op zich, maar om ze bij elkaar te roepen. En zo is 1464 het jaar dat, naar wij nu zeggen, de Staten-Generaal in die noordelijke Nederlanden, in die Nederlanden, voor het eerst bij elkaar zijn gekomen. Het Rijk ging over, de Nederlanden gingen over op de Habsburgers. De latere keizer Karel V was van 1506 tot 1555 landsheer van alle Nederlandse gewesten. Hij was dus ook graaf van Holland. En na zijn aftreden werd het Rijk gesplitst in het Duitse deel dat naar zijn broer ging en het Spaanse deel en de Nederlanden dat naar zijn zoon Philips II, koning van Spanje, ging. En hij was dus ook graaf van Holland en van al die andere gewesten hier. We moeten een scherp onderscheid maken, en het heeft mij lang geduurd om dat heel scherp te hebben, ook in relatie tot deze zaal, tussen de Staten van Holland en de Staten-Generaal. Holland was, en zeker in de 17e eeuw, de machtigste van de 7 provinciën die met elkaar een pact hebben gesloten. De Staten van Holland vergaderden vaak in Den Haag. Waarom? Omdat de grote steden van Holland met elkaar in concurrentie waren, zich allemaal erg belangrijk vonden. Amsterdam, Haarlem, Leiden, Gouda, Delft en Dordrecht. En die zagen Den Haag als neutraal terrein. Dus vaak vergaderen hier. Die Staten-Generaal, dus dat vele grotere geheel, die vergaderde waar de landsheer dat bepaalde. En zo zie je in de 15e en 16e eeuw dat die Staten-Generaal dan weer eens in Brugge, Antwerpen, Mechelen, Brussel, heel weinig hier in het noorden vergaderde en eigenlijk nooit in Den Haag. En in die zin krijgen we krijgen de opstand. Dus die noordelijke provincies die gaan samen verder. En het is eigenlijk bijzonder, als je ziet de geschiedenis van de Staten-Generaal, dat die vergadering waar besloten is tot het verlaten van de koning, dat die in Den Haag heeft plaatsgevonden. En daar zullen zeker de Staten van Holland invloed op hebben gehad. Maar de jaren ervoor vergaderden ze nog in Delft, Antwerpen, Middelburg. 1581 hier. En waar is dat nou geweest? Ja, daar zijn de, ik vind het heel jammer om te zeggen, maar de historici zijn het er niet over eens of dat plakkaat hier in een zaaltje getekend is, in een van die kleine huisjes, of in de ridderzaal, die er natuurlijk wel was. Voor onze beleving zeggen we natuurlijk, dat moet de ridderzaal geweest zijn. Nou, die werd helemaal niet zoveel gebruikt in die tijd. En zeker niet voor dit soort vergaderingen. Maar het is mooi om te denken dat het plakkaat van verlatingen in de ridderzaal is afgekondigd. Na de moord op Willem van Oranje benoemden de Staten van Holland en Zeeland prins Maurits in 1585 tot stadhouder en ze vroegen Maurits zich in Den Haag te vestigen. En in dat jaar besloten de Staten-Generaal dat zij voortaan hun vergaderingen zouden houden in Den Haag. Op grond van het argument dat de Staten van Holland ook hadden besloten continuelijk, met twee C's, in Schrevenhagen te blijven vergaderen. Dus de Statenbond volgde de machtigste staat in de vestigingsplaats. Binnen die bond was Holland vaak heel dominant. Die Staten van Holland
die bouwde voor Maurits een ambtswoning. De Mauritstoren, die we nog altijd hebben, daar in die hoek. En geleidelijk aan werd het stadhouderlijk kwartier in die richting uitgebreid. Frederik Hendrik en Amalia van Solms hadden een daar bijna koninklijke hofhouding, kun je zeggen. En toen was het eerste stadhouderlijke tijdperk en Johan de Witt aan de macht. En toen besloten de Staten van Holland dat ze een exuberante zaal wilden hebben om aan de hele wereld te laten weten dat ze machtig, welvarend, invloedrijk waren. En zo is rond 1655 deze fabuleuze zaal gebouwd, uniek in Nederland, een 17e eeuws pronkstuk. Ik heb spijt dat ik die zaal toen niet genomineerd heb, want daar is heel veel reden qua erfgoed en qua kunst om dat voor een volgende keer wel te overwegen. Maar kijkt u naar dat schitterende plafond, goud, geverfd, geschilderd. En de internationale uitstraling van Holland komt tot uitdrukking in die medaillons, waar je allerlei volkeren uit de wereld aantreft die de Nederlanders op hun handelsreizen en op hun reizen over de wereld ontmoet hadden. De uitstraling van Holland in de 17e eeuw was buitengewoon internationaal en dat werd in die tijd al in deze zaal tot uitdrukking gebracht. Die Staten-Generaal, Staten van Holland, hè? Hier hebben nooit de Staten-Generaal van de Republiek vergaderd. Die Staten van Holland die kregen een zaaltje tegen de, wat nu het torentje van de minister-president is, aan. Een veel kleinere zaal, die heet ook de Statenzaal. En toen daar ook iets meer allure moest komen, is de fameuze Trèvezaal gebouwd. Meer als een ontvangstzaal voor de Staten-Generaal, voor de ontvangst van diplomaten, buitenlandse gasten enzovoort. Staten-Generaal daar, Staten van Holland hier. En dan ja, die Ridderzaal, ik heb hem al genoemd. Daar is eigenlijk niet altijd even respectvol mee omgegaan. Die zaal is voor zeer uiteenlopende en vaak ook triviale zaken gebruikt. 16e, 17e, 18e eeuw vond daar de trekking van de Nationale Loterij plaats. En daarom heette de zaal ook heel lang de Loterijzaal. Er waren boekverkopers. Er vonden militaire exercities plaats. Dat wil zeggen lichamelijke oefeningen van militairen. Het was dus eigenlijk een soort fitnessruimte. En het is pas in 1904 dat in de, sinds 1904 dat in de Ridderzaal jaarlijks de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal wordt gehouden, waarin de koning de troonrede spreekt. De Eerste Kamer is nu gevestigd in wat voorheen de Hofkapel was, het stadhouderlijk kwartier in die hoek en het Statenkwartier, de zaal van de Staten van Holland. En de Eerste Kamer vergadert sinds 1848 in deze zaal. De Tweede Kamer, aan de andere kant van het Binnenhof, zit in gebouwen die pas aan het einde van de 18e eeuw zijn gebouwd onder stadhouder Willem de Vijfde. Ook die heeft er niet zoveel lang plezier van gehad. Hij vluchtte in 1795 en de balzaal van stadhouder Willem de Vijfde is heel lang de vergaderzaal van de Tweede Kamer geweest. De zeer bekende zaal met de groene bankjes. Nou wil ik niet de kans laten mislopen, tot slot, om iets te zeggen over het griffierschap van de Staten-Generaal. Want zijn naam popt gelukkig steeds meer op. U hebt allemaal op de lagere school nog nooit van Jan van Asseliers gehoord. Die man heeft nooit de credit gekregen dat hij dat document eigenhandig heeft geschreven. En dat is de laatste jaren door het Nationaal Archief vastgesteld. En wij zeggen nu ook dat de scribent of de opsteller van het plakkaat de griffier van de Staten-Generaal van toen was, de griffier Jan van Asseliers. Die ook de jaren daarvoor secretaris van de Raad van State was geweest en ook secretaris van Antwerpen. Hij was toen nog een min of meer losse griffier, want pas in 1584 is het ambt echt standvastig geworden. Toen is Cornelis van Aarsen,
benoemd door de Staten-Generaal tot eerste griffier en hij is dat ook bijna 40 jaar gebleven. Tijdens de hele Republiek 11 griffiers, vogels van zeer verschillend pluimage. U hebt van de corrupte Cornelis Mus gehoord, waarover een prachtige biografische roman is verschenen, zeer aan te bevelen. Dan heb je de 5 vagels die dat geweest zijn. Te beginnen met Gaspar Vagel, die overigens griffier was. Johan de Witt werd vermoord. Op dezelfde dag werd hij door de Staten van Holland tot raadspensionaris benoemd. Maar de baan bleef in de familie. En ik heb altijd een bijzonder zwak voor het duo François en Hendrik Vagel, die erin geslaagd zijn om met z'n tweeën 100 jaar van 1690 tot 1790 het ambt bekleed te hebben. De een 54 jaar en de ander 46 jaar. En die ene, die is op zijn 21ste als commies binnengekomen, werd toen tweede griffier, toen griffier, bleef dat 54 jaar en heeft dat ambt vervuld tot 85. Toen die 85 was, 64 jaar in dienst van de Staten-Generaal. Nou, een fantastische carrière, zou je zeggen. Ik denk dat Van Asseliers terecht faam heeft verdiend. Sinds enige maanden staat er een kopie van het plakkaat in het gebouw van de Tweede Kamer. Velen van u zijn net in het archief geweest, heb ik begrepen. Ik denk persoonlijk, een persoonlijke opvatting, dat te overwegen is om dat originele manuscript van Jan van Asseliers, als hier de grote renovatie achter de rug is, een plaats te geven in de vergaderzaal van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, de Ridderzaal. Maar er is nog enige tijd om daarover na te denken. Ten slotte wil ik zeggen, we hebben een hele lange geschiedenis en er zitten veel meer lijnen die ook voor 1813 hun wortels hebben dan vele mensen beseffen. Ik zeg nog even over de Eerste Kamer. Daar zit nog steeds een beetje aan vast de oude binding van de Staten-Generaal met de provincies. U weet dat de Provinciale Staten de Eerste Kamer kiezen. Zij komen hier, ze vertegenwoordigen de provincies niet en ze kunnen hier ook niet met last stemmen. Maar iets van die link zit erin en ik hoop dat wie de grondwet nog eens wil wijzigen op dat vlak die historische dimensie ook goed in de gaten houdt. Dit was mijn oriëntering. Ten slotte, een kleine huishoudelijke mededeling. Het is erg warm. Als u het niet houdt en uw vochtpeil in gevaar komt, dan kunt u net als de Kamerleden op dinsdag geruisloos naar een van de hoeken lopen, waar kannen water staan, glaasjes. En dan neemt u een glaasje en dan gaat u rustig weer verder. Dat zijn we hier gewend, dus dat kunt u vanmiddag ook doen. En dat heb ik met de voorzitter afgesproken. En ik geef nu het stokje aan de voorzitter van deze middag over. Dank u wel. Dank u, meneer de griffier. Ik herinner mij nog goed dat wij vorig jaar voor het eerst spraken over een bijeenkomst hier, mogelijkerwijze, in de zaal van de Eerste Kamer. En u daar zo snel op zei, nou, daar valt over te praten. Ik vond dat geweldig. Nu zijn wij hier, dank daarvoor, op een moment dat eigenlijk bijna heel Nederland zit te praten en te kijken naar datgene wat er gebeurt rondom het bestaan van het plakkaat. Iets wat een hobby is van mij, maar ook van anderen. En soms denk ik wel eens, wij zijn een uit de hand gelopen hobbyclub die iets te maken heeft met de geschiedenis van Nederland op een bepaald punt, namelijk dat plakkaat van Verlatingen. Dat heeft zoveel aandacht gekregen in het afgelopen jaar, zonder dat wij daar enige invloed op hebben gehad. Daar heeft een ontwikkeling zich voltrokken die zeer interessant is en ons heeft gebracht tot datgene waar we nu zijn. En u ziet daar een
comité van eerbiedwaardige mensen die nu proberen het stokje een beetje door te dragen in de richting van een bepaald soort doel. Het doel is mogelijkerwijze, ik zeg dat met alle bescheidenheid, de plaats aan het plakkaat te geven die het verdient. En dan kun je weer discussiëren over wat verdienen we dan? Nou ja, in alle bescheidenheid. We verdienen natuurlijk alleen maar bekendheid en kennis en kunde. Maar dat moet je dan op een bepaalde manier ook een doel weten te geven. En dat doel hebben wij gezegd, dat zou best eens kunnen zijn een nieuwe feestdag. Een nationale onafhankelijkheidsdag. Daar kwam ik niet zomaar op. Dat werd mij tijdens het bezoek, maar dat heb ik al sommigen u verteld, aan een tentoonstelling in Duitsland waar 200 jaar afschaffing van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie werd gevierd. En toen werd daar verteld dat Nederland onafhankelijk werd in 1648. En dat schoot mij in het verkeerde keelgat. Toen ben ik rond gaan bellen en gevraagd of er een officieel standpunt is van onze regering op het punt van op welke dag wij dan onafhankelijk genoemd kunnen worden. Die bleek niet te bestaan. Dat vond ik merkwaardig. En toen ben ik inderdaad het stokje maar gaan pakken. Heb er nog een cursus georganiseerd. En dit comité, wat u daar ziet zitten, bestaat nu 5 jaar. En dan zijn we hier al. Dat heeft toch wel enige betekenis, denk ik. Maar ik mag mezelf niet te rijk rekenen natuurlijk op dat punt. We hebben nog steeds niet het punt waarop we willen zijn, maar de bekendheid begint te groeien. En dat moet ook de griffier deugd doen. Hè? Dat de heer Jan van Asseliers al zoveel betekenis heeft gekregen in het afgelopen jaar. Sommige mensen kennen zijn naam al. En er was afgelopen week een reporter die mij vroeg, weet u wat, als ik nou eens naar de straat op ga en vraag aan de mensen of ze Jan van Asseliers kennen. Ik zeg, nou, dat is wel heel erg vermetel om dan te denken dat je daar een antwoord op krijgt. Maar ik heb het hem niet uit het hoofd gepraat. Ik dacht, wie weet, gebeurt het toch. Desniettegenstaande. Dat we hier zijn, dank daarvoor. Ik vind dat bijzonder leuk. En dan doen we dat naar aanleiding van een gebeurtenis die ons ook in de schoot is geworpen. En dat is de publicatie van het boek van Anton van Hoof. Wat kennelijk ook ontstaan is. Niet op grond van het pronkstuk, maar al eerder is die vraag aan jou gesteld om dat boek te gaan maken. Toen dacht ik, ja, nou kunnen we natuurlijk dat boek keurig netjes nu publiceren. Want dat is natuurlijk nu het moment waarop je dat kunt doen. Sommigen van u kennelijk hebben het boek al in bezit. Hè, want er is toch zoiets als een eerste exemplaar. Maar er zijn dus ook nog voorexemplaren kennelijk. Ja, je kunt soms dat niet tegenhouden dat er ook al dingen zijn. Toen dacht ik, ja, we gaan ook deze dag omkleden met datgene wat er natuurlijk in zo'n periode van 80 jaar is gebeurd. En een van de dingen die mij altijd hebben aangesproken, dat is het strijdlied in de 80-jarige oorlog. Het strijdlied heeft een betekenis, namelijk dat het de geesten wakker maakt en zegt van, wij gaan naar dat doel toe waarheen wij willen, namelijk een vrij Nederland. Het heeft niets met die krant te maken, maar gewoon het idee dat je daarheen wilt. Daarvoor heb ik contact gehad met het conservatorium in Utrecht en bij de eerste cursus die ik gaf, de Hovelcursus, trad Louis Grijp op. Louis Grijp was een hele belangrijke man van Camerata Traiectina, een muziekgezelschap in Utrecht dat heel bekend is in de middeleeuwse en middel-Nederlandse muziekgeschiedenis. En gelet op het feit dat ook Camerata Traiectina op dit moment in Frankrijk zit, maar ik dacht, ik weet nog wel iemand verder die met die strijdliederen iets heel leuks kan doen. En dat is een gast die ook binnen Hovo heel bekend is. En dat is Milou Mazali, die ter linkerzijde zit. En ik heb haar gevraagd of zij een strijdlied wil ten gehore brengen wat typisch op het plakkaat is geschreven.
Adriaan Valerius wordt ook niet meer onderwezen op het conservatorium, heb ik begrepen. Wat ik hoogst merkwaardig vind. Maar ja, ik ben wat dat betreft ook iemand van de oude stempel. Je moet toch Adriaan Valerius op de lagere school al leren zingen. Maar dat wordt niet meer geleerd, helaas. Zover zijn we al. Maar dat komt weer terug. Want wij gaan een nieuwe tijd tegemoet, waarin ook het strijdlied uit de 80-jarige oorlog opnieuw ten gehore wordt gebracht. En ik zou dolgraag Milou de vloer willen geven en vragen of zij dat strijdlied wil aanvangen.
Dankjewel, Milou, voor dit geweldige lied uit Valerius Gedenklank. Blij dat het weer eens te horen is. Ik geef nu graag het woord aan onze inleider van vanmiddag, Piet Hein Donder, die een verhaal zal vertellen waar ik zeer benieuwd naar ben en dat vast en zeker gaat over het plakkaat van Verlatingen. Dank. Zoals iedereen weet, regeert een vorst over een land bij de gratie Gods. Het is zijn taak zijn onderdanen te beschermen tegen en te vrijwaren van alle onrecht en gewelddadige overlast. Zijn onderdanen zijn niet door God geschapen te zijnen behoeve, om hem in alles wat hij beveelt, vroom of zondig, rechtvaardig of onrechtvaardig, onderdanig te zijn en slaafs te dienen. De vorst is er daarentegen ter wille van zijn onderdanen en hij dient ze rechtvaardig en verstandig te regeren, voor hen op te komen en lief te hebben. Zo opent het plakkaat van Verlating na de aanhef en groet. Woorden die nog niets aan geldigheid hebben verloren. Iedere regering zou ze als uitgangspunt moeten kunnen aanvaarden. Regeren bij de gratie God schept niet alleen recht en aanspraak, maar is voor alles plicht en verantwoordelijkheid. Het was niet voor het eerst dat die gedachte op papier werd gezet, maar het was wel een van de eerste keren, zo niet de eerste keer, dat dit in een staatsstuk werd verwoord en dat daarnaar werd gehandeld. Want dat is waar het stuk op uitloopt. Na een lange opsomming van wandaden waarin Philips de tekort was geschoten in zijn plicht als vorst, vervolgt het plakkaat: wij laten dus weten dat wij, gelet op het bovenstaande, verklaren de koning van Spanje te hebben afgezet en we verklaren hem daardoor ipso iure van zijn heerschappij, rechten en erfrecht over voornoemde landen vervallen. Plakkaat is een uitzonderlijk document, een belangrijk geschiedstuk in het constitutionele denken en de ontwikkeling van aanspreekbaar en verantwoordelijk overheidsbestuur. Het is dan ook goed de tekst van het plakkaat en de geschiedenis daaromheen opnieuw onder de aandacht te brengen. Te vaak wordt de originaliteit van de opstand en de republiek vergeten en weten we alleen nog van Locke, Montesquieu en Rousseau. Maar daarom moet men zich ook hoeden om het plakkaat van Verlating al te snel gelijk te stellen aan latere handelingen zoals de Amerikaanse Declaration of Independence uit 1776, die op andere ideeën berusten en een andere functie hebben in de nationale politieke ontwikkeling. Dat zou een anachronisme zijn. Het plakkaat behoort ongetwijfeld tot de geboortepapieren van de Republiek, samen met de Unie van Utrecht uit 1579 en de Apologie van de Prins van Oranje uit 1581. Maar het is niet een geboorteakte. Alleen al niet daarom, omdat het plakkaat slechts de schriftelijke motivering is van een besluit dat al 4 dagen eerder op 22 juli was genomen, de akte van Verlating, waarbij de koning van Spanje werd afgezworen en besloten werd zijn groot en klein zegel te vernietigen en het zegel van de generaliteit in plaats daarvan te gebruiken. Maar het gaat niet om die 4 dagen verschil. Het plakkaat van Verlating was eenvoudig niet gericht op het verwerven van vrijheid, want die had men in eigen ogen al. Daar was de opstand nu juist om begonnen. De staten wisten dat ze met de afzwering van de koning iets bijzonders deden, vandaar dat ze het plakkaat lieten opstellen, maar ze hadden niet het gevoel dat ze iets revolutionairs deden of hun onafhankelijkheid verwierven. Dat zou een miskenning zijn van alles waar het in de opstand om ging. Die was niet gericht op wijziging van de staatkundige verhouding. De opstand had een conservatief karakter. Doel was niet een politieke omwenteling, maar het behoud van bestaande rechten en vrijheden en van de zelfstandigheid die men al had. Dat rechtvaardigde de opstand. Van
onafhankelijkheid en een staatsverband zoals we die nu kennen, was in die tijd nog geen sprake. Als er al vrijheid in het geding was, dan was het die van de provincies en de steden. Het was ook niet zo dat de staten met het plakkaat van verlating het heft in eigen handen namen, want dat hadden ze al gedaan in 1578 met de benoeming van aartshertog Matthias tot stadhouder en in 1579 met de Unie van Utrecht. Men had ook niet het gevoel met het plakkaat uit een staatsverband te stappen. De provincies behoorden niet tot Spanje. Dat was nu juist het hoofdverwijt aan Philips, dat hij de provincies regeerde als waren ze onderdeel van Spanje. De provincies waren zelfstandige eenheden waarvan de koning van Spanje slechts door personele unie landsheer was. Daar werd met het plakkaat een streep doorgehaald. Maar het was juridisch een interne aangelegenheid. Daarom had het plakkaat in de beleving van tijdgenoten ook niet de betekenis van een nieuw begin. Zelfs de Unie van Utrecht, de constitutie van de Republiek, werd niet als zodanig gezien. Toen de vrede van Münster in 1648 moest worden afgekondigd, kozen de Staten-Generaal daar bewust de datum van 5 juni voor, te weten de dag waarop 80 jaar eerder de graven van Egmond en Hoorne terecht waren gesteld. Dat was het begin van de opstand. Ook het plakkaat zelf maakt duidelijk dat de verlating niet bedoeld was om verder zelfstandig door te gaan. Weliswaar trekt de afzwering van koning Philips de meeste aandacht, maar de werkelijke reden voor de beslissing tot verlating komt 3 alinea's verder. Te weten de aanvaarding van een nieuwe landsheer. Het plakkaat zegt daarover: op grond van voornoemde oorzaken heeft het merendeel van de Verenigde Provincies bij algemeen akkoord en overeenkomst van hun leden zich onder de heerschappij en het bestuur gesteld van de doorluchte vorst, de hertog van Anjou, op zekere voorwaarden en punten die met zijn hoogheid zijn afgesproken. Geheel nieuw was ook die stad niet. De Staten hadden, zoals gezegd, 3 jaar eerder al zelf een nieuwe stadhouder benoemd, aartshertog Matthias van Oostenrijk. Vandaar dat iets eerder in het plakkaat vermeld wordt dat die het gouvernement-generaal weer heeft teruggelegd in handen van de Staten. Dat in de zomer van 1581 tot verlating werd besloten, had alles te maken met de uitvoering van het verdrag van Plessis-les-Tours. Dat werd op 19 september 1580 als provisorisch akkoord getekend door vertegenwoordigers van de Staten-Generaal en de hertog van Anjou. Daarbij werd overeengekomen dat Frans van Anjou, de jongere broer van koning Hendrik III van Frankrijk, de soevereiniteit van de provincies zou aanvaarden met als titel verdediger van de vrijheid, defensor libertatis. De Staten van Holland en Zeeland verzetten zich weliswaar nog, maar zij waren overruled door de prins. Als iets het denken in de Republiek op dat moment goed weergeeft, dan is het dat verdrag. Met de aanvaarding van de soevereiniteit verplichtte de hertog zich tot verdediging van de privileges, rechten, statuten en gewoonten van de provincies en steden. Bij eerste schending daarvan zou hij weer aftreden. Hij zou de godsdienstvrijheid respecteren en op eigen kosten en die van zijn broer, de Franse koning, de strijd tegen Spanje ondersteunen. De Staten-Generaal behielden zelf het commando over de strijdkrachten en de benoeming op belangrijke posten behoefde instemming van de provincies. De provincies behielden zich ook het recht voor om te zijner tijd zijn opvolger te kiezen uit zijn nakomelingen. Zou het wat geworden zijn met de hertog, dan zou het verdrag van Plessis-les-Tours vermoedelijk als monument van constitutioneel denken de geschiedenis zijn ingegaan. Maar het werd niets met Frans. Na zijn komst in de Nederlanden wilde hij meer macht en hij dacht die te kunnen grijpen door in januari 1583 Antwerpen te overvallen, maar dat mislukte.
De Franse soldaten werden afgeslacht en Frans keerde naar Frankrijk terug, waar hij in juni 1584, dus nog een maand voor het overlijden van Willem de Zwijger, overleed aan tuberculose die hij waarschijnlijk hier had opgelopen. Uiteindelijk, na nog een poging een Engelsman, de graaf van Leicester, voor de functie te vinden, kwam de soevereiniteit bij de Republiek zelf te liggen. Maar dus niet als vooropgezette bedoeling van de verlating, nog als gevolg van de mislukking een andere soeverein te vinden. Die ideeën waar het plakkaat en ook het verdrag van Plezier op berusten, waren ontwikkeld door een groep Franse politieke denkers uit de kring van de Hugenoten. Deze worden aangeduid als de monarchomagen, oftewel bestrijders van alleenheerschappij. Hun gedachtegoed was overigens niet specifiek calvinistisch. Toen door de dood van Frans van Anjou de protestant Hendrik van Navarre troonopvolger werd in Frankrijk, namen Franse katholieke schrijvers de gedachte onmiddellijk over. Die waren bedoeld als weerwoord op het opkomend vorstenabsolutisme. Tegenover het concept van de absolute macht van de vorst stelden zij dat van die van de door feodale banden en wederkerige afspraken met de orde, standen en verbanden beperkte macht. Eerste plicht van de vorst is om die vrijheden en rechten te beschermen en te eerbiedigen. Ook behoeft hij in die visie bij tal van handelingen de instemming van magistraten, besturen en vertegenwoordigers van de standen. Voldoet hij daar niet aan, dan kon zijn koningschap worden opgezegd. Het is verleidelijk om in het denken van de monarchomagie ideeën van volkssoevereiniteit en ons democratisch denken te herkennen. Dat is echter een anachronisme. Het zijn ideeën die teruggaan op middeleeuwse concepten van samenleving, een gemeenschap van orde, standen en maatschappelijke verbanden. Een concept dat wezenlijk anders is dan de samenleving die bestaat uit individuen waar Hobbes, Locke, Rousseau en andere denkers van de verlichting van uitgingen. Dat laatste was het denken en is het denken dat ten grondslag ligt aan de Declaration of Independence of de Bill of Rights en de ideeën van volkssoevereiniteit en de moderne democratie. Daarom kan men het plakkaat van verlating ook moeilijk vergelijken met die gedachtenwereld. Ik ben wat langer stilgestaan bij die ideeën, omdat ik uit de uitnodiging voor deze bijeenkomst begrijp dat de herdenking van het plakkaat verweven is met het streven naar viering van een onafhankelijkheidsdag. Er is al een stichting en een comité, dus het is menens. Misschien hebt u uit het voorgaande begrepen dat ik het plakkaat in dat verband minder geschikt acht. De associatie daarvan met de onafhankelijkheid zou de rechtvaardiging van de opstand alsnog achteraf ontkrachten. Die berustte immers op de overtuiging dat de provincies en steden al vrij waren. Zoals erkend in het groot privilege van 11 februari 1477 van Maria van Bourgondië. Die datum zou dan ook juister zijn als begin van de onafhankelijkheid. En voor wie specifiek de opstand en de republiek wil gedenken, is 5 juni de betere datum, het begin en het einde van de opstand. Maar bij al die data moeten zich beseffen dat ze niets te maken hebben met de onafhankelijkheid van Nederland. Want dat hele concept bestond nog niet. En ook de provincies waren geen staat in de zin zoals we die nu kennen, maar een middeleeuws allegaartje van steden, heerlijkheden, ridderschappen en ambachten. Met de Vrede van Münster verwierf de Republiek niet de onafhankelijkheid zoals net gezegd is, maar wel het vertrek uit het Roomse Rijk en daarmee de soevereiniteit in het verkeer tussen de staten. Maar de interne soevereiniteit lag bij de partijen van de Unie van Utrecht, de provincies, de steden en anderen. Het was een structuur waarvan aan het begin van de 18e eeuw al duidelijk was dat die dysfunctioneel was en de Republiek verlamde. Want als het gaat om de onafhankelijkheid van Nederland, zoals wij die nu kennen,
zal men een datum moeten vinden tussen eind 1813 en begin 1815. Verschillende data liggen voor. De opdracht van de soevereiniteit, de aanvaarding van de grondwet of de aanvaarding, de uitroepen van het koninkrijk. Maar één datum is er die al in de loop van de 19e eeuw werd gevierd als soort onafhankelijkheidsdag. Te weten 18 juni, Waterloodag. Want pas met de overwinning bij Waterloo was het bestaan van het koninkrijk verzekerd. Per decreet van 8 juni 1816 werd 18 juni als gedenkdag aangewezen. Op die datum zou in alle kerken een uur stilgestaan worden bij de slag, waarna andere activiteiten georganiseerd konden worden. Het was uiteraard geen vrije dag, want daar ging de staat toen nog niet over. Tot 1940 werd Waterloodag herdacht, zei het met afnemend animo. Sinds 1945 herdenken we de bevrijding, de herwonnen zeggenschap over het nationale bestaan en over de inrichting van onze samenleving. Dat is ook wat staatkundig onafhankelijkheid heet. Dus wat wil men met een onafhankelijkheidsdag vieren dat we niet al op 5 mei vieren? Want nationale onafhankelijkheid vieren als abstract idee, los van het concrete gegeven van bevrijding, zoals 5 mei of Waterloo, wordt al gauw een ideaal en normatief uitgangspunt. Dan wordt het een politiek programma. En ik weet niet of dat het juiste programma is. Want we leven in een wereld waarin wederzijdse afhankelijkheid normaal is en snel toeneemt. Samenlevingen raken steeds inniger met elkaar verweven, sociaal, economisch, logistiek, cultureel, technisch. Geen nationale staat, ook de grootste niet, is in staat om adequaat de maatschappelijke vraagstukken aan te pakken waar samenlevingen voor staan op terreinen als veiligheid, criminaliteit, klimaatverandering, maatschappelijke verschillen, economisch machtsmisbruik. Het is de verantwoordelijkheid van iedere staat om die wederzijdse afhankelijkheid om te zetten in vruchtbare, grensoverschrijdende samenwerking en wederzijdse versterking bij de aanpak van die uitdagingen. Dat is de verantwoordelijkheid van vorsten waar het plakkaat op doelt. En die houdt ook in dat men daartoe zo nodig wederzijds inschikt als het gaat om nationale autonomie. Want zonder die bereidheid geldt wat Hobbes schreef: What is the life of man but solitary, poor, nasty, brutish and short? Onafhankelijkheid vieren als een ideaal in een wereld van wederzijdse afhankelijkheid is het politieke programma van Trump en de Brexit. Het gaat uit van een internationale samenleving waarin macht de onderlinge verhoudingen bepaalt en waarin het recht van de sterkste geldt. Europa als geheel zal zich daarin al gauw in de positie bevinden van de Republiek bij de Vrede van Utrecht in 1713. Zoals deze weinig fijnzinnig, maar treffend werd omschreven door een Frans diplomaat. Chez vous, de vous, sans vous. Bij u, over u, maar zonder u. En toen, ook toen, was dat het gevolg van het feit dat de provincies en steden de eigen onafhankelijkheid tot norm hadden verheven. Nederland bestaat bij de gratie van de afhankelijkheid van anderen. Die anderen moesten ons in 1945 bevrijden. Bij Waterloo was het zonder Engelsen en Duitsers niet gelukt. En het plakkaat van verlating was bedoeld om het verdrag van Plessy mogelijk te maken dat mede voorzag in een eeuwigdurende militaire alliantie met Frankrijk, zonder welke de Republiek weinig levensvatbaar werd geacht. Frankrijk dat zijn eigen protestanten vervolgde en vermoordde. Daarom is de viering op 5 mei van de bevrijding mijns inziens de meest passende viering van de Nederlandse onafhankelijkheid.
Nu is dat alles geen reden om niet op gezette tijden het plakkaat van verlating te gedenken. Het is een bijzonder document, zo bijzonder dat de openingspassage die ik citeerde in Genève op het monument van de Reformatie staat. Internationale erkenning voor ons plakkaat. Bovendien moet men geen gelegenheid voorbij laten gaan om een feestje te bouwen. Daarbij doet zich echter een klein probleem voor. Op welke datum moeten we het plakkaat herdenken? Het is gedateerd op 26 juli, de datum van vandaag. Maar pas zondag over een week, op 5 augustus om precies te zijn, is het 437 jaar geleden dat het werd vastgesteld. Want minder dan een jaar na de afzwering kondigde paus Gregorius XIII de hervorming van de kalender af. Daarbij verschoof de datum 10 dagen. Katholieke landen volgden de nieuwe tijdrekening snel. Protestantse landen soms pas even later, maar Holland en Zeeland gingen daar nog hetzelfde jaar toe over. Groningen volgde net iets later. De meeste provincies gingen pas in 1700 om. Drenthe als laatste. U realiseert zich nu hopelijk ook dat de 80-jarige oorlog dus eigenlijk 10 dagen korter dan 80 jaar geduurd heeft. Maar, net als de Russen hun oktoberrevolutie altijd in november herdenken, zouden we het plakkaat dus op 5 augustus moeten herdenken. En dat biedt een mooie reeks. 5 juni het begin en het eind van de opstand. 5 augustus het plakkaat van verlating. En 5 mei de bevrijding. Zo valt er nog eens wat te vieren. Dank u. Wat een geweldig verhaal. Hartelijk dank, meneer Donner, voor deze mooie woorden. Ik heb het idee dat u zou kunnen solliciteren naar het directeurschap van een instituut wat deze dagen in studie gaat nemen. Dat lijkt mij geweldig leuk in uw volgende carrière. Heel hartelijk dank. Ik geef nu graag het woord aan de auteur van het boek. Anton, wil jij het woord nemen? Had ik dan toch het woord onafhankelijkheidsverklaring als ondertitel van mijn boek moeten weglaten? De kritiek die Donner heeft net geleverd, die was mij wel bekend. En ik heb lang geaarzeld, ik heb ook gedacht aan vrijheidsverklaring. Maar ik dacht, onafhankelijkheidsverklaring is een gangbare term, dus ik durf dat toch wel aan. En er zijn ook wel enkele redenen voor, die zal ik ook uiteenzetten. Natuurlijk is het zo dat formeel staatsrechtelijk de Nederlanden inderdaad op die 26 juli of 5 augustus geen vrije natiestaat werden, dat het ook niet de bedoeling was. Maar dat soort dingen gebeurt bij onafhankelijkheidsverklaringen natuurlijk nooit. Het was ook niet het geval bij de Amerikaanse Declaration of Independence van 1776. Pas in 1783 werd de onafhankelijkheid van de Britse kroon erkend. En voor de Nederlanden duurde het ook precies 7 jaar, voordat door de resolutie van de Staten-Generaal op 12 april 1588 de Raad van State tot hoogste bestuursorgaan werd verklaard. En dan verliep nog, en dat is eigenlijk precies hetzelfde, en wat er dus toen gebeurde, was dus, men was het, was overeens geworden dat het met Frans van Anjou en met Leicester niks werd. En uit een soort nood zei men dan maar zelf doen. En heeft toen dat, die Raad van State, overigens heeft er niet veel voorgesteld, maar die was informeel dus het hoogste bestuursorgaan. Overigens nog eventjes over die Frans van Anjou. Dan zei het al, Holland en Zeeland, die hielden een klein beetje de boot, of die waren meewarig erover. En dat waren natuurlijk wel de belangrijkste gewesten. Dus er was wel oneenigheid in die gewesten over, moeten die Fransen Anjou nou werkelijk accepteren? Dus in het plakkaat wordt wel gezegd, de gewesten die met Fransen Anjou meegaan, die gaan een eigen weg en anderen doen het hunne. Want er is ook een beweging geweest om Willem van Oranje tot graaf van Holland te maken.
Goed. In ieder geval, men gaf het dus op in 1588 om een andere landsheer te zoeken. En in het plakkaat wordt ervan uitgegaan dat men dat van Saint-Just toch wel iets zou worden. Dat hebben we net ook gehoord. Je zou kunnen zeggen, hè, onafhankelijkheid was toen niet het doel, zeker niet het doel van de Staten-Generaal. Het was dus het behoud van vrijheid of vrijheden misschien nog liever. Dat is zeker het geval. Overigens, ik denk dus dat het een kenmerk is van alle revoluties, dat ze zich op het verleden beroepen. Er wordt altijd uitgegaan op een verwezen naar een paradijselijke toestand waar mensen gelijk waren. Dus eigenlijk iedere revolutie heeft ook altijd een conservatieve element in zich. Dus om te zeggen dat daarom het niet klopt, daar kun je over twijfelen. Goed, anders dan, dat is natuurlijk wel een verschil, anders dan het Amerikaanse Declaration, die vaak wordt daarmee over vergeleken, was het plakkaat geen manifest. Ik zal niet de enige zijn die bij het woord plakkaat lang gedacht heeft dat het ging om een bekendmaking die alom werd aangeplakt. Maar plakkaat komt van het Latijnse placet, het behaagt, de besluitformule die nog steeds wordt gebruikt bij het uitreiken van lintjes. Dan wordt gezegd dat zijn majesteit heeft behaagd, voor simpel heeft besloten. Plakkaat. Plakkaat is dus een wezen besluit, maar dan toch van een revolutionaire inhoud. En het had, weliswaar onvoorzien, onbedoeld, het revolutionaire gevolg dat een nieuw staatsverband op enige termijn ontstond. Het besluit om Philips II de rug toe te keren, te verlaten, wordt omstandig gemotiveerd met een beroep op heilige principes van vrijheid en dat met het nodige pathos. Zo werd het plakkaat meer dan een besluit voorzien van argumenten, zoals de doorrevolutie van 12 april 1588 die de Raad van State tot hoogste bestuursorgaan verklaarde. De tekst daarvan deed toen geen hart sneller kloppen en zal het ook tegenwoordig niet doen. En het plakkaat heeft wel die potentie. We zijn hier ook in een onderwijsbijeenkomst, niet waar, hovoristen. Dus we gaan ook een beetje les geven en ik ga als docent optreden. Ik heb u bij de uitreik, bij de handout, hebt u een zeer verkorte editie van het plakkaat gekregen. En ik zal dus daar een aantal fragmenten uitlichten. Ik heb het plakkaat, ik heb het hier bij me in een facsimile uitgave, in druk. U hebt dus, een aantal van u hebben het handschrift gezien van Jan van Asseliers. En dit is dus de gedrukte versie, die dus werd uitgereikt als instructie voor de ambtenaren. Want het afzweren gebeurde niet door de Staten-Generaal, maar in het plakkaat staat dus dat de ambtenaren moeten afzweren. Dus de afbeelding die op de omslag van mijn boek ook staat, dat schilderij, waarbij wordt gesuggereerd dat de staten het doen, dat is eigenlijk onjuist. Dus de ambtenaren moesten een eed van trouw aan de staten afleggen en moesten Philips II afzweren. In Engels wordt ook gesproken van de act of abjuration, de acte van afzwering, dat is eigenlijk beter, correcter. Goed, ik hoop nog altijd, ik hoop dat dus, ik weet dat het plakkaat in zijn oorspronkelijke vorm is wat lang en ook weerbarstig van tekst, van taal. Mijn idee is misschien dat ooit een keertje deze versie op 2 pagina's aan alle schoolkinderen op schetpapier kan worden uitgereikt. En dan bent u dus al, hebt u de primeur daarvan. Laten we even kijken. Als ik kijk naar regel 3 tot 6, ik heb dus ook als echte leraar heb ik alle regels genummerd. Dan kunt u het gemakkelijk terugvinden. Nou, de tekst is al aangehaald. Het is iedereen bekend dat een landvorst door God als hoofd van zijn onderdanen is aangesteld om hem te beschermen tegen alle vormen van onrecht, schade en geweld, zoals een herder dat is ter bescherming van zijn schapen. Je krijgt de beeldspraak van de vorst als een herder. En dat is heel belangrijk, want de beeldspraak van de herder houdt in dat de vorst en onderdanen een gemeenebest vormen. Dat ze samen een pact hebben gesloten, heel anders bijvoorbeeld dan bij de autocratische tsaar. Die regeert van boven, die is bezitter van zijn onderdanen. En dat zegt men, zegt het plakkaat terecht van, dat kennen wij hier in onze gewesten helemaal niet. De volgende regels verduidelijken dat concept en ze werden dus door Willem-Alexander geciteerd bij zijn inhuldiging op 30 april 2013. Kijkt u regel 7 tot 10 in mijn hertaling. De onderdanen zijn namelijk door God niet geschapen omwille van de vorst, om hem in alles wat hij beveelt, of het nu godgevallig of goddeloos is, recht of onrecht, onderdanig te zijn en als slaven te dienen. En hierna wordt het idee van de vorst als goede van het volk herhaald, weer met de beeldspraak van de herder, en aangevuld met een vader. En dat het voorst moet een vader zijn. Maar, en dan krijgen we dus regel 16. Kijkt u maar. Als een vorst echter niet zo handelt, maar in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hem probeert te onderdrukken, overmatig te belasten, hun de oude vrijheid, rechten en gewoontes af te nemen, en hen te bevelen en te behandelen als slaven, moet hij niet als vorst, maar als tiran
worden beschouwd. Het woord tiran, wat ook net in dat geuzenlied werd aangehaald, dat speelt een grote rol. En vroeger zongen wij als schoolkinderen op Koninginnedag. En dan moesten we zingen voor de burgemeester, dan ging een oud-bade. En die was dan als plaatsvervangend koningin. En dan zongen wij ook nog het zesde couplet van het Wilhelmus. Hè, waarin dus Willem van Oranje zegt dat hij de tirannie die zijn hart doorwond wil verdrijven. In mijn boek ga ik in op het concept tiran. Ik ben dus van herkomst klassicus. En dat is dus uit de Griekse oudheid. Dat idee van tiran hè, als een onrechtmatige vorst. Dat wordt dus in de 16e eeuw opnieuw geladen. En dat heeft dus nog een lange rol gespeeld. Hè, toen de von Stauffenberg en zijne een aanslag op Hitler beraamden, spraken ze over tyrannenmoord. Die beriepen zich op dat oude concept van het is een burgerplicht om tirannen te verdrijven en uit de weg te ruimen. En dan volgen er drie belangrijke argumenten in de volgende regels. Geeft u regel 21. In dat geval staat het naar recht en reden zijn onderdanen stellig vrij, zeker in overleg met de staten van het land, om niet als vorst te erkennen, maar hem te verlaten. En in zijn plaats een ander te kiezen te hunne bescherming en rechtmatig als staatshoofd. Eerst dat woord verlaten, hè, dat komt dus een aantal malen voor. Dat is een heel subtiel gekozen woord eigenlijk. Hè, want wat eigenlijk wordt betoogd in dat plakkaat is, Philips heeft ons in de steek gelaten. En nu keert zijn kudde, en denk even aan die beeldspraak van de herder, hem vertwijfeld terug toe. Hij krijgt een koekje van eigen deeg. Nou verlaten we hem. De Franse versie, die bij Platijn in Antwerpen is gedrukt, spreekt van abandonner, opgeven. Dus niet afzetten of afzweren, maar in de steek laten. Daar staat dan verder ook in dat dus de onderdanen hebben het recht om een nieuw staatshoofd te kiezen. En dan weet ik wel, je moet uitkijken voor anachronisme, maar wordt hier in wezen wordt dus gezegd, de vorst regeert bij gratie, niet van God, maar van het volk. Want er staat ook wel dat God heeft aangesteld, maar wie moet bepalen of die voldoet aan die opdracht van God, dat is het volk. He, dus in zoverre is het volk de God van het stuk. En dan staat er nog een derde fragment, of een derde passage waar ik de aandacht op wil vestigen, in overleg met de staten. He, en dat is dus in het handgeschreven exemplaar dat een aantal van jullie net hebben gezien, is dat in de marge erbij geschreven. He, je merkt ook, dat was het interessante van dat stuk, dat je kunt zien, Jan van Asselineus zit te denken. En misschien heeft iemand op zijn vingers getikt, van, dat moet je even zeggen. Want hier zeggen dus de Staten-Generaal dat ze zich opwerpen als de vertegenwoordiger van het volk. Ja, het is dus het plakkaat, eigenlijk ook een soort handvest van het Hoge Huis, dat in deze zaal resideert, hè, dat ooit de vergaderplaats van de Staten van Holland is geweest, zoals Hamilton net heeft verteld. Gaan we naar regel 27. Dan hebben ze geen ander middel om de aangeboren vrijheid van henzelf, hun vrouwen, kinderen en nakomelingen, voor wie men volgens natuurwet goed en bloed moet overhebben, te behoeden, zoals verschillende keren om dezelfde redenen in diverse landen en op verschillende momenten is gebeurd. De voorbeelden zijn genoegzaam bekend. Let even op dat aangeboren vrijheid en natuurwet. Hier wordt dus een beroep gedaan op een fundamenteel mensenrecht. Wij als mens heb je het recht op vrijheid. En dat aangeboren vrijheid doet mij denken aan wat David Hume twee eeuwen later noemde, de native liberty. Aangeboren vrijheid. Ik denk dat we hier toch mogen spreken van een vroeg voorbeeld van de vroege verlichting in Nederland, waarop Jonathan Israël de aandacht heeft gevestigd. In Nederland is al heel vroeg iets van dat instinct, van dat het gevoel aanwezig. Voorbeelden, zegt dan Jan van Asselineus, die zijn genoeg bekend, hij noemt ze niet. In mijn boek heb ik dus wel gevallen uit het verleden en heden aangehaald, waaraan hij gedacht moet hebben. En ik denk dus, en dat zijn goede redenen voor, dat zij ontleent dat hij in zijn gedachten had het geschrift van Beza, Beze, opvolger van Calvijn in Genève, een van die monarchomagoi, die bestrijders van de monarchie. En hij dus, hij was natuurlijk een theoloog vooral, en een Calvinist. Hij noemt dus de koningen van Israël, die kwaad deden in de ogen van de Heer en daarom mochten worden afgezet, zie je wel, zegt hij. Dan, en dat deed mijn klassieke hart heel goed, de Romeinen hebben in 509 voor Christus ook de koning afgezet. Moet je je voorstellen dat dat argument wordt gebruikt. 2000 jaar tevoren is een koning afgezet. En dat is voor ons ook een argument. En hier zie je dus dat dus de klassieke oudheid in die tijd nog zeer levend is. Heeft argumentatieve waarde. Eigentijds noemt hij ook een paar voorbeelden. En een daarvan, Beza, dat is dus Mary Stuart. Die is dan in 1568 door de Schotten afgezet. Ze zit dan in het gevangen. En 6 jaar later zou ze dus door Elisabeth worden onthoofd. Ja, maar dus hij zegt, terecht is dus die koningin van de Schotten ook afgezet door haar volk.
Zo gaat dat, zo hoort het. Hierna gaat het stuk over de subtiele verhouding over van geven en nemen, dat gemeenebest, die gemeenebestverhouding tussen landsheer en onderdanen in deze landen. En die gemeenebestrelatie is door Philips schandelijk geschonden, zoals blijkt uit de grieven die vervolgens uitvoerig uit de doeken worden gedaan, zoals de over de kettenvolging en de beruchte tiende penning. En bij die tiende penning denken wij, hadden wij maar een btw van 10%. Maar het pijnlijke punt is natuurlijk, het werd opgelegd. Het was geen bede, het was niet in overleg tot stand gekomen, maar Alf had het opgelegd. En dat is dus, zette zeer veel kwaad bloed. In mijn boek heb ik ook de historische context gedaan, dat zal ik nu nou niet doen. Want dat is dus, dat moet je even allemaal uitleggen. Maar dan wordt wel terloops bij de grieven een ander principe te berde gebracht, dat door Philips II was vertrapt, namelijk gewetensvrijheid. Regel 44, als u de tweede pagina. Hij was er niet alleen op uit over een persoon en goed tirannie uit te oefenen, maar ook over een geweten waarvan zij vonden aan niemand anders dan alleen aan God verantwoordingsschuldig te zijn. Dus hier krijgen we het principe van gewetensvrijheid, ook een belangrijk mensenrechtprincipe. En daarom, gaat dan de tekst door, zat er niets anders op dan Philips II te verlaten. Dat wordt twee keer gezegd en opnieuw wordt die natuurwet in regel 56 genoemd als fundamenteel principe. En dan volgen de revolutionaire maatregelen, en dat gebeurt in 65, ziet u staan, en daarom maken we bekend. En ik heb het dus in deze samenvatting heb ik het echt kort gemaakt, 8 punten. En als u eventjes kijkt, dan ziet u dus dat de eerste 4 punten, die richten zich tegen Philips. Hij mag een aantal dingen niet meer, hij wordt vervallen verklaard van de heerschappij. Maar dan krijgen we dus de Staten-Generaal, die nemen een aantal revolutionaire soevereine maatregelen. Eigen zegels, munten. Nog steeds, denk ik, het belangrijkste kenmerken van een soevereine, van soevereiniteit. Mijn vrouw die komt uit Letland, is Sovjetburgeres geweest, heeft dus de omwenteling in Letland meegemaakt van 1991. En een van de eerste dingen die landen deden, eigen munten. Dat is dus het kenmerk van, wij zijn zelfstandig. En het kostte ook een aantal landen eigenlijk nog wat pijn dat ze een aantal jaar geleden de euro hebben ingevoerd. Daar moesten ze even voor slikken, want ze waren dat symbool, nationale symbool kwijt. Gelukkig zit er 1 nationale kant aan de munten, dus dan kon je toch nog wel iets kwijt. Maar zo gevoelig ligt dat. En dan dus de eed van trouw aan de staten, zoals ik net heb gezegd. Dat is dus niet voor van de Staten-Generaal of de Statenvergaderingen, maar voor de ambtenaren, de ambtsdragers. Het plakkaat is dus veel meer dan een militair verbond, zoals bijvoorbeeld de Zwitserse oerkantons dat in 1291 gesloten. Ook wel dan de Unie van Utrecht van 1579, wat toch meer een militair verbond is, 2 jaar voor het plakkaat. Het plakkaat bevat een aantal revolutionaire besluiten en doet een beroep op stevige principes, gebracht met een nodige pathos. Allemaal kenmerken voor mij van een onafhankelijkheidsverklaring, tussen aanhalingstekens. Misschien is wat vrijheidsverklaring een beter ondertitel geweest, maar dat is nou helemaal geen gangbare term. Het plakkaat is niet een vreemde tekst, een echt bevreemdende tekst. Hier kun je je in vinden. Ik vergelijk het maar met het Wilhelmus. Het blijft voor mij altijd een heel merkwaardig verschijnsel als je hele voetbalstadions hoort zingen dat zij de koning van Spanje altijd geëerd hebben. Daar is uitleg voor nodig. Maar het plakkaat kun je dus gewoon als tekst begrijpen. Goed, om al zijn unieke eigenschappen verdient het stuk een centrale plaats in ons collectief bewustzijn, in de kanon van de Nederlandse geschiedenis, maar meer dan dat. Het beroep op een aantal mensenrechten maakt het plakkaat voor mij de eerste van een reeks die voorlopig is afgesloten door de Universal Declaration of Human Rights van de Verenigde Naties en de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens. Hij kunnen dus ook niet al te nationalistisch opvatten, niet alleen als geboorteakte van Nederland. Het plakkaat zou als eerste van zulke verklaringen daarom niet misstaan op een werelderfgoedlijst. Het stuk heeft ook in zich iedereen te kunnen verbinden. Sommigen zullen het vooral zien als de geboorteakte van de Nederlandse natiestaat, op afstand dan, anderen als het begin van de Nederlandse Republiek. U beseft het waarschijnlijk niet, maar u viert vandaag ook de Dag van de Republiek, uitgeroepen door het Republikeins Genootschap, waar ik lid van ben. De noordelijke Nederlanden werden toen immers haast per ongeluk een staat zonder erfelijk staatshoofd, in 1588, of liever een bondstaat van 7 republieken. De federatie werd in het buitenland simpel aangeduid als de Republiek. Het zat niet in officiële naam, maar in het buitenland sprak men eenvoudig van de Republiek. Zo begrepen we het toch wel. Kortom, in het stuk kan iedereen zich denk ik vinden. Het spaart allerlei gevoeligheden. Het is niet sterk oranje gezind, ook niet uitgesproken calvinistisch of in het algemeen anti-Rooms. Het beroep op God die een landvorst aanstelt, dat staat niet op de regeren bij de gratie gods, maar staat ook niet op het goddelijk recht, het droit divin van het absolutisme.
Het is namelijk aan het volk uit te maken of de vorst zich houdt aan de voorwaarden van zijn aanstelling. Het zijn de generale staten die via het stuk van Jan van Asseliers, voorganger van griffier Geert-Jan Hamilton, spreken als zelfbewuste volksvertegenwoordiging. Daarom is het passend om dit officiële exemplaar te overhandigen aan de voorzitter van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal. De voorzitter zal nu enige woorden tot ons spreken. Dank u wel. Ja, en ik zal vooral woorden van dank spreken. Dat ik het eerste exemplaar in ontvangst heb mogen nemen. En bovendien dat we deze bijeenkomst in deze zaal hebben. En in deze zaal heeft het in dat tijd niet plaatsgevonden. Dat is al verteld door de huidige griffier. Maar het is wel echt toch wel een plek waar deze plechtigheid moet plaatsvinden. Nogmaals, hartelijk dank. Het is een bijzonder boek. En ik denk dat er te lang, te weinig aandacht geweest is voor het plakkaat van Verlatingen. En dat heeft grote aandacht gekregen door het programma van Jort Kelder als het pronkstuk door professor Scherder aangedragen. En tot verbazing van velen was het niet de Nachtwacht van Rembrandt. Maar opeens het plakkaat van Verlatingen wat opeens daar naar boven kwam en opeens... Iedereen heeft het over het plakkaat van Verlatingen. En nu nog op de scholen, zeg ik dan maar, in het onderwijs. Want daar zal toch ook veel aandacht aan besteed moeten worden. Het is al duidelijk geworden, en ik denk dat Piet Hein Donner dat werkelijk prachtig verwoord heeft, dat het belang ervan niet onderschat kan worden. Want het bevat de plichten en de verantwoordelijkheden van de vorst. Maar het is geen onafhankelijkheidsverklaring. Dat ben ik met Piet Hein Donner eens. Want je moet het meer zien in het frame van indertijd de landsheer Philips II... en inderdaad die toch al onafhankelijke provincies en steden in de noordelijke Nederlanden. Ik vraag me wel af, ook toen ik me verder verdiept heb weer in dat plakkaat van Verlatingen, hoe het gelopen zou zijn met dit geheel, of er ooit een plakkaat van Verlatingen gekomen zou zijn, als bij de verdeling van het Rijk van keizer Karel V... in de ene helft die naar Spanje ging en de andere helft die naar Oostenrijk ging, wat er gebeurd zou zijn wanneer de Nederlanden naar Oostenrijk gegaan zouden zijn. Wat zou er dan gebeurd zijn? Zouden wij dan een plakkaat van Verlatingen gehad hebben? Eén ding is duidelijk. Philips II voldeed niet aan hetgeen van hem als vorst verwacht mocht worden. Inderdaad, hij ontpopte zich als een tiran door onderdrukking, door intolerantie, uitbuiting, grote belastingen opheffen. Naar de tiende penning van Alva was natuurlijk daarbij ook een bekende waar hij enorm veel woede heeft weten te wekken. Wat ik bijzonder vind over, nu toch de naam van Alva heb genoemd in het plakkaat, is dat Van Asseliers in dat plakkaat schrijft dat ze ook erg verbolgen waren over het feit dat de hertog van Alva werd gestuurd. Niet omdat er een Spaanse generaal werd gestuurd, maar omdat hij niet van koninklijke bloede was. Kennelijk wilde men wel iets te maken hebben met die landsheer, maar niet met allerlei ondergeschikte sujetten, ook al waren ze nog zo hoog als een hertog. En dat vind ik ook wel heel bijzonder. Daarom waren ze meer tevreden met Juan, die op een gegeven moment kwam. Dat was een bastaardzoon van Philips II. En was men ook heel tevreden geweest in de tijd met Margaretha van Parma, de bastaarddochter van Karel V. Maar die hadden dus wel koninklijk bloed. Als ik dat plakkaat lees en ook zie
wat daaraan vooraf is gegaan, zoals de pacificatie van Gent, waar dus echt geprobeerd is om tot overeenstemming te komen met de landsheer van geef ons onze verantwoordelijkheid, laat ons het zelf beslissen, zorg dat we zelf onze oude privileges terugkrijgen, zorg voor een amnestieregeling, zorg dat er Nederlandse edelen in het bestuur zitten en niet alleen Spanjaarden. En zorg dat Willem van Oranje de regeringsleider kan zijn naast de landvoogd. Dat is geschonden door de Spanjaarden. De Spanjaarden zijn Philips II de beloftes totaal niet nagekomen. En dus de schending van de pacificatie van Gent lees ik toch ook een beetje als een voorbeeld van dat die landsheer, die vorst, niet te vertrouwen was. Vind ik dat wij met z'n allen dat plakkaat in ere moeten houden, nog veel meer in ere moeten houden dan we het gehad hebben, maar juist dit laatste jaar vooral gekregen hebben, dan is mijn antwoord ja. Ik denk dat het enorm belangrijk is en dat iedereen in Nederland daarvan doordrongen moet zijn wat erin staat. Maar nogmaals, een aparte feestdag. We hebben het al gehad, dat zou er misschien 5 augustus moeten worden. Piet Hein Donner heeft dat prachtig aangetoond. Groot belang dus voor het plakkaat. Fantastisch ook dat dit boek geschreven is door Anton van Hoofden over, zodat iedereen er kennis van kan nemen en alle ins en outs erover kan lezen. Geen aparte feestdag, maar wel als er weer een keer een bijzondere bijeenkomst moet plaatsvinden over het plakkaat van Verlatingen en wat het allemaal met zich gebracht heeft, bent u van harte welkom in deze zaal van de Staten van Nederland, hier de Eerste Kamer. Dank u wel. Dank u wel voor die geweldig mooie woorden en het feit dat we inderdaad hier weer welkom zijn voor een volgende bijeenkomst. Dat is wel heel prettig. Ik kan u nog inderdaad ook herinneren dat inderdaad de Nederlanden liefst Don Carlos hier hadden gehad. Maar zoals u weet, die werd door zijn vader niet geschikt geacht voor het ambt van landvoogd hier. Die had natuurlijk ook koninklijk bloed, maar ja, die mocht niet. En daar is, als bewijs van straf, is Alva hierheen gestuurd. Helaas, en daar hebben wij natuurlijk een strijdlust aan ontleend. Dat komt natuurlijk nu weer prachtig tot uitdrukking in datgene wat Milou ons gaat voorzingen. En dat is het lied Gelukkig is het land waar wij leven. Thank you.
Dank jullie wel voor dit geweldig mooie voordragen van de strijdliederen uit Adriaan Valerius Gedenklank. Dat moet vaker gehoord worden. Is het zeker? Ja, ja. Zeker. Het is op dit moment dus het einde van onze voorstelling, maar ook daarmee van onze dag. Niet dan nadat wij natuurlijk ook nog even aan de woorden denken die gesproken zijn en waarbij wij inderdaad straks natuurlijk de signeersessie ingaan die Anton ons en de uitgever ons heeft beloofd naar aanleiding van de publicatie van het boek en waar ik graag nog een aandacht voor wil vragen, dat is het fotomoment. Er is natuurlijk heel veel plechtigheid nu rondom het feit dat wij in deze zaal zijn. Als hovisten, dat komt niet alle dagen voor, maar ik begrijp nu van de voorzitter dat we nog wel een keer terug mogen komen. Desniettegenstaande zou ik het toch ook heel leuk vinden en op prijs stellen als we allemaal, alle hovisten, ook in deze zaal even naar beneden komen, zodat we hier een fotomoment kunnen creëren. Ik heb begrepen dat dat kan van de mensen van de... Het kan. Ja, kijk. Dus wil iedereen hier komen, dan gaan we hier een foto. Daar hebben we nog tijd voor, klopt dat, meneer de Rivier? Hebben we nog tijd voor het fotomoment? Ja, kijk eens. 5 minuten. Nog 5 minuten. Iedereen hier beneden, dan maken we een fotomoment.